Het enige wat ik deed, was een hapje Nutella nemen. Oké, 2 hapjes. Oké, 3 hapjes. Oké, ik heb alle Nutella van de bewaker opgegeten en nu zit ik vast in Roblox. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Nutshuber en weet je wat? Ik ben er zo zeker van dat ik uit deze Roblox gevangenis kan ontsnappen. Dat ik een challenge met jou durf aan te gaan. Ik denk dat ik het sneller kan dan dat jij simpelweg op de like-knop kunt drukken. Ik geloof dat ik sneller uit de gevangenis ontsnap dan dat jij kunt liken. En de like challenge begint nu. De bedden! De tafel! Nee, de tralies, daar pas ik niet doorheen. Het schilderij misschien. Oké, ik was sneller. Hoop ik, anders heb ik niet alleen mijn vrije tijd in Roblox verloren door nu in de gevangenis. Wacht even, wat is dit? Ik zie hier wel een spiegel. Ik ben nu letterlijk een andere cel ingelopen. Zeg maar, het was mijn intentie om mijn eigen cel te ontsnappen. En vervolgens kom ik gewoon letterlijk in een andere cel terecht. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, voorzichtig. Kijk uit voor het stoom. En... Oh, er is daar een bewaker. Er is daar letterlijk een bewaker bezig met zijn taser. Of tenminste, dat lijkt zo. Is hij dat inderdaad aan het doen? Hij is het water aan het taseren. Oh, hij weet waarschijnlijk dat er een aantal gevangenen proberen te ontsnappen. En daarop probeert hij het een stukje lastiger te maken voor ons. Zelfs hier is dat aan de orde. Rennen jongens, we moeten vrij zijn zodat we weer frikandelbroodjes kunnen eten. Zodat we weer Roblox kunnen spelen. Oh nee. Ik denk legit dat het alleen maar lastiger gaat worden. Ik bedoel, dit is pas het begin. En we zitten nu al in een cafetaria waarvan de vloer gewoon elektriciteit is. Ik bedoel, als je je iPhone erin laat vallen en je iPhone is waterbestendig, dan is die waarschijnlijk opgeladen. En zit er een barst in. Er zit waarschijnlijk een barst in. Oké, let's get it. Oké, rustig. Voorzichtig. Luister, ik weet serieus niet wat dit is. Zeg maar, je komt dit best wel vaak tegen in obby's dat er zeg maar een soort van groen, schijnerig spul ligt. Misschien is het wat er gebeurt als je een wiskundeboek in een blender stopt. Kan dat? De ventilatie. Let's go. Dit is al de 2e keer dat we een ventilatie doorgaan in nog geen 3 minuten tijd. Dus ik ben serieus benieuwd waar deze ventilatie ons naar toe gaat leiden. Ik denk dat we hier naar beneden gevallen zo meteen. Oh nee. Are you serious? Ik had het er net nog over dat ik niet wist wat dat groene spul was. Waarschijnlijk is het een soort van toxic waste. Zo'n soort van chemisch slime. Niet satisfying dus. Niet de bedoeling dat je... Yay! Nee, oké. Vermijd het ter alle tijden. Tenzij iemand je Nutella aanbiedt in ruil ervoor. Nee, ook niet. Gewoon vermijden. Gewoon rustig en voorzichtig vermijden. Okay, het lijkt erop dat we het hebben doorstaan. Oké, luister. Gelukkig heb ik een lampie. Want anders had ik dit namelijk... Ik wou net zeggen dat ik op de hoogte was, maar schijnbaar niet genoeg. Het is juist belangrijk dat het donker is. Want als je goed kijkt, zeg maar als ik die orb erbij pak, kan je het bijna niet zien. Maar als ik hem wegdoe en je kijkt heel goed, dan zie je een aantal van die lasers staan. Schijnbaar zie ik ze nog steeds niet goed genoeg. Zeg maar dat moment wanneer iemand praat over iets alsof hij weet waar hij het over heeft en het gaat gewoon... Ah nee, wacht! Hè? Waarom ga ik af? Wat? Ik ga af, terwijl ik zeker weet dat ik het niet aanraak. Kan ik een stage skippen? Is er een manier om de stage te skippen? Het ziet er niet naar uit, maar wacht. Wacht eens even. Wacht. Ik zag rechts een deur, denk ik. Je gaat me niet zeggen dat dit zo'n striklevel is, toch? Je gaat me... Hè? Maar hoe kom je hier? Oké, nu snap ik hem. Oké, ik denk serieus dat als ik dit niet had gezien, dat die andere spelers daar misschien ook niet direct waren achtergekomen. Je moet er niet overheen springen, al lijkt het er wel op dat dat kan. Je moet er omheen lopen. De lasers van deze bewakers hebben namelijk maar een bepaalde reach. Het is alsnog niet makkelijk. Wat inhoudt dat ze niet oneindig naar voren gaan, maar dat ze op een gegeven moment stoppen. En dat is het moment waarop jij er langs kan. Heel voorzichtig. Oké, hier links afslaan. Ik zou eigenlijk een virtuele gevangenis TomTom nodig hebben, maar ik weet niet of dat zo makkelijk te verkrijgen valt. Of hij is daar ook weer afgegaan. Zeg maar, het nadeel is...
Het is zo ongelooflijk donker dat je bijna niet kunt zien of je het goed doet, ja of nee. Oké, voorzichtig. Oh. Het is echt heel erg lastig, believe me. Het is niet easy. En ik weet, oké, weet je, ik ga toch die dingen erbij pakken, die orbs. Misschien maakt dat het, ja, dat maakt het misschien... Sorry, dat is mijn, het lukt niet helemaal, dus ik ga geen woorden gebruiken, maar gewoon door elkaar schudden. Oké, voorzichtig. Ja, nice. Oké. Ja. Oké, rustig. Nu gaan we hem halen, 100%. Het gaat nu lukken. Oké, oké. En dan... Oh, dit is zo spannend. Oké, rustig, kalm. Oké, de allerlaatste. Oké, luister, dit is de allerlaatste. Oké. Ja. Ja. Yes! Oké. Oeh, gaat hij hem ook halen? Ja! Nice! Ik ben niet de enige. Oh! 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 Ik zag dat net. Oh, hij heeft het niet gezien. Hij heeft het niet gezien. Ik zag het ook nu pas. Oh. Oké, voorzichtig. Voorzichtig. Oh. Oh, deze lasers. Oké. Oké, voorzichtig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ja. Nice. Nu hebben we hem gehaald. Ik zag het serieus ook niet. Ah, hij is weer afgegaan. Ach, ik vind dat zo jammer. Hij was zo ver. Hij had het samen met mij gehaald. Alleen... Oh, ik zag het niet. Ik zag het eigenlijk ook niet. Maar ik zag het net op tijd in ieder geval. Oké, we hebben meerdere deuren. Alleen dit is de enige deur die open. We zijn buiten. Are you serious? We zijn buiten de gevangenis. En wat nu? Hebben we het? Oh, nee. Oké, we zijn wel buiten de gevangenis. Maar we zijn natuurlijk nog steeds op het gevangenisterrein. Met andere woorden, we zitten nog steeds tussen de muren van de gevangenis. En waarschijnlijk is dit onze uitweg. Oh. Oké, we zitten in het riool. Ah, oh, come on. Weer van dat groene spul. Oh, dit is ook extra lastig, want ik weet niet of jullie het zien. Maar zodra ik spring, glitch ik bijna de map uit. En dat is niet heel erg praktisch, zeg maar. Oké, voorzichtig. Voorzichtig. Het is geen limonade. Het is geen... Andijvie stampot. I don't know. Oké, voorzichtig. We got this. We gaan dit sowieso halen. Oké, wacht. Ja, rustig. Oké. Niet bang zijn. Het is maar een zeer gevaarlijk stukje slime wat jou in één keer kan inmaken. Dat is misschien niet een geruststellende gedachte, joh. Oké. Oh, nee. Are you... Oké. Oh! Het ding is, er zijn geen checkpoints. Dus je moet je voorstellen, als wij nu afgaan, moet alles opnieuw. Moet alles opnieuw. Dat is gewoon letterlijk alsof je een toets zou maken. En bij één fout antwoord moet je de hele toets opnieuw doen. Dat is gewoon alles behalve chill. Oké, voorzichtig. En safe. Oh, we hebben hier nog minder ruimte. Oké. Ah, come on! Ja, maar dit is toch niet te doen? Dit is toch niet te doen? Vanaf waar moet ik nu... Ah, ik mag... Oh, dit zijn wel checkpoints. Gelukkig. Ik dacht dat er geen checkpoints waren. Ik dacht echt dat ik heel het rioolgedeelte weer opnieuw moest doen. Oké, come on. Oh, nee! Het is misschien nog wel vervelender om aan het einde van zo'n ritje af te gaan dan aan het begin. Als je aan het einde afgaat, dan weet je namelijk dat het misschien nog maar een seconde hoeft te duren dat je het goed deed. En dan had je het gehaald. Oké, we moeten de vrijheid beseffen die we tegemoet gaan. Ik bedoel, dat is immers waar het om draait. Oké, voorzichtig. Maar kan ik het niet? Wauw. Oké, dat was misschien een... Dat was misschien een... Oh, nee. We staan er... Als we 1 centimeter verschuiven, hebben we een probleem. Oké, kalm. Ja. Even zien. Welk riool ziet er zo uit? Als ik aan een riool denk, dan denk ik aan drijvende poepjes. En in Bob's geval poepjes die naar taco ruiken. Ah, nee, come on, Job. Dat is helemaal niet... Oh, nee. Oké, tot nu toe gaat het op zich best wel volgens plan, zou je kunnen zeggen. Maar het hoeft niet. Want, hey. Oh, come on. Oké. Ik moet wel zeggen... Ik zie de vrijheid. Ik zie de vrijheid. We zijn er bijna. Ik zie letterlijk de ladder die ons hier uit gaat halen. Zeg maar, dat is wat ik hoop. Maar voor hetzelfde geld zitten we nog steeds binnen de muren van de gevangenis. Dat is iets waar we nu nog niet echt antwoord op kunnen geven. 3, 2, 1. Yes! Woo! We escaped
Prison. In Roblox, in Roblox. En wauw, we hebben een aantal verschillende soorten epische dingen erbij gekregen. Zoals een ijsje skateboard. Welke van deze items zou jij willen hebben? Wat is dit? Ah, laat maar. Deze dingen die moet je uiteindelijk kunnen betalen met de punten die je hebt verzameld in het spel. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik denk zelfs dat wij nog een kijkje naar de gevangenis kunnen nemen van ver af. Wat? No way. Dus dit was de... Dit is eigenlijk hoe de map echt in elkaar zit. Een beetje... Misschien... Ja, niet jammer. Het is wel leuk eigenlijk om dat te laten zien. Bedankt voor het kijken. En adios. Oh, oh, oh. Gelukkig kan ik poepjes laten die rond zijn. Ja, ja.